video en vandaag ga ik iets heel erg leuks doen. Ik heb namelijk mijn eerste training van het jeugdstimuleringsplan. En ik heb daar laatst ook een video over gemaakt over die selectiedag. En ik was dus geselecteerd en daar ben ik natuurlijk super blij mee. En vanaf vandaag, is dus de eerste les, starten ook dus nu echt de lessen. En het zijn 5 lessen en nog een keertje zo'n evaluatieding. En dat is een beetje hetzelfde als de selectiedag. Maar nu dus de eerste les. En het is op dezelfde locatie waar, voor mij waar ook de selectie was. Want je wordt zeg maar ingedeeld, omdat er wat meer mensen zijn die dan geselecteerd zijn. En dan word je ingedeeld op plekken waar je dan les krijgt en van wie. En ik krijg van Faan les. Ik weet wel wie dat is, maar jullie zullen in de video wel zien wie dat is. Hij was er ook op de selectiedag. Ik heb daar niet hulp van hem gekregen. Daar kreeg ik hulp van Sabine, maar daar heb ik geen les van. Maar ik krijg dus nu les van Faan en ik ben best wel benieuwd wat het eigenlijk gaat inhouden, want ik heb helemaal geen idee wat ik moet verwachten. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is als de springles die ik nu ook op voorwaarts krijg. Maar het kan ook weer heel erg anders zijn. Dus dat gaan we wel zien. En ik rij wel met, ik begin met wie ik in de les rijd, ken ik wel qua naam een beetje. En met één iemand die kom ik wel vaak op concours tegen. Daar heb ik het ook wel gezellig vaak mee. Die zit ook bij mij op school. Dus dat is wel leuk. Maar ik ben dus heel erg benieuwd en we zijn nu onderweg. En omdat nu is het 5 uur. En de les begint eigenlijk pas om 6:15. Alleen, het is best wel, het is niet heel erg ver rijden. Alleen het is nu spitsuur. Dus we moeten helemaal binnendoor en kunnen niet over de snelweg. Dus daarom dat we wat eerder vertrokken zijn. En Mootje staat dus in de trailer. En die hebben we, omdat hij zijn portie hooi nog niet, geen tijd had om dat te eten, hebben dat een hooi net in de trailer opgehangen. En zijn biks heb ik net even snel op stal gegeven. Maar ik heb in ieder geval onwijs veel zin in. En wil je nou weten wat het inhoudt? Blijf dan kijken. Nou, ik ben Mo nu nog eventjes aan het poetsen en ik heb nog ongeveer een kwartiertje om te poetsen. Dan kan ik een kwartiertje eventjes losrijden en dan heb ik een uur les. Dus het is best wel, wordt best wel pittig voor hem, denk ik. Maar ik heb er wel heel erg veel zin in. En ja, we zijn nog best wel snel hierheen gereden. Ik denk het kleine uurtje dat we erover gedaan hebben. Dus dat is mooi. En Mo staat er tot nu toe heel vrolijk bij. Het is alsof hij iets ziet, terwijl er eigenlijk helemaal niks is. Maar je weet niet wat een paard ziet. Goed, hier brandt de koken. Ja.
En daar was ik van tevoren eigenlijk een beetje bang voor. Om dressuurmatig te gaan beginnen. Omdat dat gewoon niet het sterkste punt van Magieta en mij is. Maar eigenlijk gaf hij wel een paar handige tips. En toen ging Magieta eigenlijk wel heel erg lekker lopen. Dus daar was ik heel erg blij mee. En toen gingen we springen. En toen gingen we eerst op balkjes. Dus ja, lijntjes en afstanden rijden tussen balkjes. Die gewoon op de grond lagen. En eerst was het een recht lijntje, zeg maar gewoon rechtdoor. En dan de ene keer meer galopsprongen en de andere keer minder. En dat ging eigenlijk best wel heel erg goed. Alleen toen moesten we daarna een volte galopperen. En dan was het tussen ieder balkje moesten er eigenlijk 4 galopsprongen
gaan zitten. En het eerste rondje ging dat wel oké, maar daarna ging dat wel iets minder. Dat ging niet echt heel lekker, want ik kwam steeds niet uit. Of hij sprong dan of veel te vroeg over dat balkje heen, of eigenlijk aan de late kant dat hij dus een beetje op dat balkje stond. Dus dat is zeker wel een puntje waar we op moeten gaan oefenen. En daarna gingen we lijntjes springen, dus gingen we met een, zeg maar, drie hindernissen achter elkaar. En tussen de eerste had een 1 galopsprong en daarna 2 galopsprong en dan lag er nog een balle. En dat ging wij eigenlijk wel oké. Ja, af en toe kwam die niet helemaal super uit, maar ja, op zich ging dat wel goed. En we moesten daar ook nog, dat we na dat lijntje, dat we dan de volte weer ingingen met die balkjes erop. En dat vond ik wel heel erg lastig. Dan was het ook lastig of ik iets meer aan de buitenkant moest, of iets meer aan de binnenkant van die balkjes moest. Dus ja, dat was echt wel lastig. En daarna gingen we dan nog een lijntje doen. En ja, moesten we ook, zeg maar, echt precies het aantal galopsprongen uitkomen dat hij zei. Dus zeg maar het aantal galopsprongen tussen de ene en de andere hindernis maken. En dat was best wel lastig, maar dat lukte gelukkig wel goed. Alleen wat voor mij heel belangrijk is, wat hij ook zei, was dat ik Mojito in een constant ritme hou. En dat krijg ik op voorwaartsrijkles heb ook wel vaak door, dat ik een goed constant ritme moet houden. En dat ik hem dan best wel een keer iets meer naar voren mag rijden en een keertje terug, zodat ik hem een keer sluit. En dat moet eigenlijk makkelijker worden als ik hem straks, ja, wat ronder kan rijden. Want dan kan ik hem ook wat makkelijker dus bij elkaar sluiten en dan iets grotere pas naar voren maken. Dus dat is waar ik heel erg goed op moet gaan oefenen. Ja, dus dat ga ik zeker doen. En wat ik ook wel heel erg fijn vond, was dat hij tussendoor ook vragen ging stellen. Of hij zeg maar vragen ging stellen om te kijken of hij het begrepen had. Dus niet van, heb je het begrepen? Maar bijvoorbeeld, ik heb een afstand van 16 meter tussen de eerste en de tweede hindernis. Hoeveel galopsprongen zijn dat? En eerst had ik echt zo te denken, want het was een beetje, die vroeg aan mij. En toen dacht ik eventjes, nee, wat was het ook alweer? Want ik wist het niet meer zo goed. En toen zei ik eerst het verkeerde antwoord, want ik zei eerst 3. Ik weet ook niet hoe ik daarop kwam. En toen ging ik eigenlijk, daarna ging ik nadenken. En toen zei ik, nee, het is toch 4. Want het is, zeg maar, zo een paard maken ongeveer 3 meter is per galopsprong. En dan heb je ook nog de afzet en de sprong erbij. Dus dan 16 meter, daar haal je dan 3 meter van af. Dan krijg je, zeg maar, 13. En dat is 12 ongeveer. En 12 gedeeld door 3 is 4. Dus 4 galopsprongen. Zo heb ik hem een beetje beredeneerd. En dat moet ik dus eigenlijk gewoon heel erg snel kunnen doen. En ook als ik parcours ga lopen. Oké, zoveel meter, dus zoveel galopsprongen. Dus dat vond ik wel heel erg leuk dat hij dat deed. En ook vragen ging stellen. En ja, dat ik nu ook gewoon, dat in het einde ook gewoon ging vragen van, hebben jullie alles gesnapt? Zijn er nog vragen? Weten jullie waar jullie mee aan de gang moeten gaan? Dus dat was heel erg fijn. En ja, ik vond het echt wel best wel heel erg fijne les. En ik weet nu zeker waar ik mee aan de gang kan gaan. En over 2 weken is dan de volgende les. En dan moet je dus ook laten zien dat je begrepen hebt wat je moet doen. En dat het ook lukt. Dus het hoeft nog niet helemaal 100% te zijn. Maar dat je in ieder geval wel laat zien dat je daar goed mee bezig bent. Dat is heel belangrijk. Dus ik ga nu zeker met Mojito op die dingetjes ook heel erg oefenen. En ja, na het rijden moesten we dan ook nog eventjes in de kantine kopen, want daar gingen we een soort van spel doen. En dat spel is eigenlijk, was met iemand van de KNS. Een soort, ja, ik weet niet precies hoe ik het moet noemen, maar een begeleider of zoiets. En die ging met ons een spel doen over hoe wij onze ouders nou eigenlijk zien. Sorry, een beetje droge lippen dus hoor. Maar hoe wij onze ouders nou eigenlijk zien. Dus vinden wij dat onze ouders voor onze sport leuker maken? Of zijn ze heel kritisch en lopen ze aan de kant, aan de lijn zijn met de bakkerrand te schreeuwen en te doen? Dus daar gingen we met iemand over praten. En ook, dan kregen we, zeg maar, een papiertje met daar een zinnetje op. En dan moesten we zeggen of we dat leuk vonden als een ouder dat deed. Of we dat niet heel leuk vonden, maar wel konden begrijpen. Of dat we dat wel heel erg leuk vonden. En we moesten daarna ook nog een keer een anoniem papiertje invullen. En daar gaan ze dan ook naar kijken. En dan is er binnenkort een keer een ouderavond. En dan krijgen de ouders een workshop. En dan worden dat soort dingen ook meegenomen. Maar de ouders krijgen dus niet te weten wat wij opgeschreven hebben. Maar het ging ook niet op dat papiertje wat we opgeschreven hebben. Ging het niet zozeer om wat we opschreven en over wie dat. Nou, het ging wel over wat we opschrijven, sorry, maar het maakt niet uit over wie, dus het hoefde niet per se eigen ouders te zijn. Dus ik heb ook dingen opgeschreven die mij was opgevallen bij andere mensen die ik zelf niet leuk zou vinden. En ja, ik ben dus wel heel erg benieuwd hoe die workshop voor mijn ouders gaat worden. Volgens mij gaan de kinderen dan zelf niet mee, dat weet ik eigenlijk niet. En we hopen dat het mijn ouders was wel.
Maar ja, ik vond in ieder geval een zeer geslaagde eerste les. Dat was echt heel erg leuk. En er komen dus nu nog 4 lessen aan. En over 2 weken heb ik mijn volgende les weer op dezelfde locatie. Blijf ik gewoon dus hier op Hierde. En ik vond ja, de lesgever zelf ook heel erg leuk. Dus de instructeur die gaf goed les. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee. En ik hoop dat ik heel veel mag leren hiervan. En als je deze video nou ook leuk vond, dan even een duimpje omhoog. En laat even hieronder in de reacties weten of jullie nog meer willen dat ik deze lessen ga filmen. Want ja, op zich ga ik niet al mijn lessen denk ik filmen. Want dan worden het een beetje eentonige saaie video's. Maar als je het nou nog eens een keertje willen dat ik de laatste of de 4e of de 3e les of zo ga filmen. Laat het even hieronder in de reacties weten. En wil jij nou nog zien de selectiedag hiervan? Check dan even deze video. Of wil je nou nog veel meer video's zien? Check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!